Beste meneer Francken, ik ben geschiedenisstudent aan de UGent en ik heb een vraag over het Australische model waarover u het steeds hebt. Ik vraag mij af hoe u dat concreet ziet voor ons land, dat niet zoals Australië afgescheiden is van het vasteland. Met vriendelijke groet, Jens. Terechte vraag. Ik ben inderdaad voor het invoeren van het Australische model. Om voor eens en altijd komaf te maken met illegale en ongecontroleerde migratie. We hebben migratie nodig, maar we moeten zelf kunnen kiezen wie we binnenlaten. Bijvoorbeeld op basis van onze noden op de arbeidsmarkt of met gerichte humanitaire missies. Maar om mijn visie helder uit te leggen, moet ik beginnen bij het begin. Heel wat mensen kiezen ervoor om te migreren naar de Europese Unie en van daaruit zelfs door te reizen naar het Verenigd Koninkrijk of andere landen. Dat gebeurt vaak illegaal over zee. En je geraakt de zee natuurlijk niet over zonder een boot. Daar komen mensensmokkelaars in beeld. Zij bieden een zogezegd veilige oversteek aan tegen riante bedragen. Maar die oversteek is natuurlijk allesbehalve veilig. Extreem gevaarlijk zelfs. Kan je het je inbeelden? Een mijlenverre zee doorkruisen aan boord van een wankel bootje? Heel wat mensen laten daarbij het leven. Waarom die gok op leven en dood, denk je dan? Wel, omdat je verplicht opvang moet krijgen zodra je voet aan wal zet in de Europese Unie. De richtlijnen die bij ons gelden maken het ook zeer moeilijk om teruggestuurd te worden. Zolang dat zo is, zullen het illegale migratiecircuit en de mensensmokkelmafia blijven bestaan. Daar moet dus een einde aan komen. Naast de Europese Unie kreeg ook Australië te maken met diezelfde problematiek. En dat leidde tot de geboorte van het Australische migratiemodel. Hoe gaat dat in zijn werk? Wel, Australië sloot akkoorden met de eilandenstaat Nauru en Papua-Nieuw-Guinea om opvangplaatsen te kunnen oprichten op hun grondgebied. Op die manier kunnen ze de bootjes op zee onderscheppen en de mensen in veiligheid brengen zonder dat ze ooit de Australische grens bereiken. Ook wie toch voet aan wal zet, wordt naar deze opvangplaatsen geleid. Wie Australië illegaal probeert te bereiken, verliest ook het recht op verblijf en krijgt zeker 30 jaar lang geen toegang tot het grondgebied. Die aanpak leidde tot een zeer drastische daling van het aantal doden op zee. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Wat één ding betreft, moeten we het voorbeeld van Australië niet volgen. De toestand in die opvangplaatsen was niet al te best, integendeel. Dat is wat mij betreft onaanvaardbaar. En nu kom ik bij het antwoord op jouw vraag. België is inderdaad Australië niet. We zijn niet omringd door zeeën. Ik pleit er dan ook niet voor om het Australische model letterlijk te kopiëren en plakken, maar voor een eigen interpretatie ervan. Onze grenzen zijn namelijk die van de EU. En overal waar de zee grenst aan die Europese Unie, zullen we dus ook een systeem moeten toepassen waarbij we die boten onderscheppen en in veiligheid brengen alvorens ze onze grenzen bereiken. Dat is vandaag zelfs al het geval. Er worden op dit moment mensen opgevangen op de Griekse eilanden Lesbos, Kos en Chios en op het Italiaanse eiland Lampedusa. Maar ook daar is er sprake van mensonterende leefomstandigheden. Ik zie dat toch anders. We zouden beter akkoorden sluiten met landen zoals Tunesië, Marokko, Senegal, Egypte om echt veilige en menswaardige opvang te voorzien. En dat onder toezicht van UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Maar daarnaast moeten we, net zoals Australië dat doet, ook duidelijk maken dat we illegale migratie niet tolereren. Dat kunnen we doen door mensen die toch nog illegaal naar hier proberen te komen, hun verblijfsrecht onmiddellijk te ontzeggen. Enkel door die strenge lijn te trekken, kunnen we een illegale oversteek naar Europa effectief ontraden. Op die manier maak je een einde aan illegale en ongecontroleerde migratie. Met dit model kunnen we zelf onze humanitaire missies en gerichte arbeidsmigratie organiseren. Want op het einde van de dag kan migratie ook iets positiefs zijn. En daarom pleit ik voor het Australische model. Om echt een ommezwaai te maken in de manier waarop mensen naar migratie kijken. Om er een succesverhaal van te maken waarin Europa ook zijn hart toont. Ik hoop dat ik hiermee jouw vraag beantwoord heb. Met vriendelijke en hoopvolle groet, Theo Francken.